Het is vandaag 3 juli en ik loop nu in Bleiswijk op naar een trouwlocatie, want ik mag vandaag een bruiloft draaien voor J&K Catering. Hun huren mij regelmatig in als ZZP'er om de bruiloft te draaien als party manager. Vanaf mijn 16e werk ik eigenlijk al voor deze cateraar, dus sinds dat ik in de horeca ging werken. Vorig jaar heb ik eigenlijk alle bruiloften in het seizoen voor ze mogen verzorgen, dus dat is echt superleuk. Ik kijk er naar uit, want in februari was mijn laatste bruiloft. En die was dan voor mezelf. En goed, deze nu voor J&K. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. En ik denk stiekem dat ik het morgen ook wel weer ga voelen in de benen. Want het is eventjes geleden, maar lekker knallen vandaag. Hallootjes, het is vandaag zaterdag 11 juli en ik sta een klein beetje in de file om thuis te komen. Het is chaos in de stad, het was vanmorgen ook al chaos en ik had vanmiddag een afspraak in Den Haag met een potentiële klant nog voor dit jaar september, dus dat is heel erg spannend. Ze hebben eigenlijk een huwelijksjubileum te vieren en ze zoeken daarvoor een ceremoniemeester om de boel eigenlijk in goede orde te laten verlopen. Dus ik ben heel erg enthousiast. Goed gesprek met ze gehad, dus ik ga nu een offerte voor ze maken en dan is het afwachten of ze me gaan boeken. Ik ben nu bijna thuis en ik ben heel erg nieuwsgierig, want de nieuwe bank wordt nu geleverd. Dus het is een beetje afwachten of die zeg maar het trappengat inkomt. Dus ik hoop dat het gaat passen en dat als ik straks thuis kom dat ik kan gaan zitten op de nieuwe bank. Dus fingers crossed! En hopen dat het goed komt. Anyway, ik had dus eigenlijk een bruiloft vandaag. Die gaat niet door. We weten allemaal waarom. En volgende week wel een mini bruiloft. Dus daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Voor nu, naar huis en genieten van de zaterdag. Het is vandaag donderdag 16 juli en afgelopen zaterdag heb ik een kennismaking gehad met een stel. Die wilde dit jaar nog hun huwelijksjubileum gaan vieren, dus dat was een leuke kennismaking. Naar aanleiding van dat gesprek heb ik natuurlijk een offerte geschreven en een realistische offerte, gewoon zoals ik dat altijd doe. En dan krijg ik best wel een appje op dat ze eigenlijk nog heel eventjes de offerte wilde spreken, wat normaal is. Dus gisteren had ik het stel aan de telefoon en die wilde eigenlijk flink de onderhandeling met mij ingaan. En eigenlijk sta ik er zo in dat ik sta achter mijn uurtarief en ik sta ook achter de offertes die ik schrijf. Ik heb hard gewerkt om te komen waar ik nu ben en daardoor reken ik ook een uurtarief wat ik waard ben. Ik lever kwaliteit en daar is dat uurtarief ook gebaseerd. En dat was echt geen fijne onderhandeling. Het was eigenlijk een beetje beledigend. En op een gegeven moment wilden ze 25% van de prijs afhalen. En nu heb ik eigenlijk voor het eerst heb ik gezegd... Nee. Nee, ik ga jullie feest nu organiseren. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat er ook echt een goede klik is met de mensen met wie ik samenwerk. Ik bedoel, het is toch een intieme samenwerking. He, of ik nou meewerk aan jullie bruiloft of een huwelijksjubileum. Het is toch een hele belangrijke dag in jullie leven. En dat vind ik gewoon echt super belangrijk. En dit was zo vervelend en ik voelde me er ook echt zo naar bij eigenlijk, dat ik dacht, nee, ik ga dit niet doen. En ook die onderhandeling, het was gewoon niet oké. Het was eigenlijk echt toch wel een belediging naar mijn prijs en mijn offerte. En daardoor eigenlijk ook naar mijn kunnen, vind ik. Dus ik vond het moeilijk, ik vond het een pittige keuze, maar ik heb gezegd, nee, ik ga dit gewoon niet doen. En daar voel ik me eigenlijk heel erg blij mee. En het bijzondere is dan ook eigenlijk wel weer waar je een deur sluit, gaat ook weer een deur open. Want wat gebeurt er? Diezelfde middag krijg ik nog een WhatsAppje van iemand die mij al lang volgt op Instagram. En die wilde kennis maken. Dus dat is dan weer heel erg leuk. Gisteravond had ik ook nog een kennismaking met een bruidspaar die volgend jaar gaat trouwen. Dat was echt heel erg gezellig. Ik heb hier 2 uur gezeten.
Ik ken de bruidegom ook weer via, dus dat is dan toch wel extra bijzonder als je toch een bepaalde connectie eigenlijk al met elkaar hebt. Dus het was gisteren een bewogen dag, van eigenlijk een beetje een negatieve sfeer in de ochtend. Werd het echt alleen maar leuker en mooier en top. Nu heb ik vanmorgen de laatste puntjes op de i gezet voor het huwelijk van aanstaande zaterdag. Het wordt prachtig weer, ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik heb alles uitgeprint, draaiboeken, smoelenboek, ceremonieopstelling, dieetwensen, noem het allemaal maar op. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Het enige wat ik nog even moet doen is mijn Save Your Wedding Kit inpakken. Ik neem eigenlijk naar elke bruiloft een grote koffer mee. Waar die kruidvat niks bij is. Nee, die zit echt vol met spullen van make-up tot stropdassen, tot make-up remover, tot diarree-remmers en anti-insectenbeet. En noem het eigenlijk, noem het maar op. Alles zit erin. Dus ga altijd even checken of die nog in orde is. En dan ga ik mijn eigen spullen ook inpakken. Ik draag eigenlijk altijd hakken op een bruiloft en een jurkje of een pak. Dat ligt natuurlijk een beetje aan het weer. Ik zorg altijd voor een tweede kledingstuk. Dus of ik neem een extra jurkje mee of wat dan ook. Want je weet nooit wat er gebeurt. Er kan iets over je heen vallen of je knoeit. En een extra paar schoenen. Dus dat ga ik allemaal nog inpakken. Frederiek, mijn oud-stagiair, die gaat deze bruiloft ook nog met me mee. Superleuk, kijk er heel erg naar uit. Want zij heeft natuurlijk door corona eigenlijk maar één bruiloft meegemaakt in februari. Dat was ook echt de eerste week van de stageperiode. En verder heeft ze alles natuurlijk moeten missen. Dus ik vind het heel leuk dat ze nog meegaat. En we zijn maar eventjes aanwezig op de bruiloft. Eigenlijk alleen voor de piekmomenten van 2 tot 5. En daarna neem ik haar nog lekker mee naar de stad. Gaan we even gezellig een hapje eten samen om haar stageperiode af te sluiten. Maar ik ben wel heel erg blij, want ze blijft toch een beetje bij me, want ze blijft de video's editen. Dus daar ben ik er heel erg dankbaar voor. Nu ben ik eigenlijk aan het wachten tot mijn nieuwe telefoon binnenkomt. Yay, zin in. Is toch altijd weer leuk. En verder ga ik nog even achter de computer verder. Ik heb de offerte vanmorgen al de deur uitgedaan naar aanleiding van de kennismaking van gisteren. En ik ga verder met mijn to-do-lijstje. Dus nog eventjes knallen. En dan neem ik straks vanaf 3 neem ik lekker vrij. En ga ik even genieten van de middag. Dus ik zie jullie straks. Goedemorgen. Ik heb vandaag een hele leuke dag voor de boeg. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. Want ik ga met mijn bruidspaar vandaag 3 locaties bezoeken in Rotterdam. We beginnen bij de RDM-kantine. Daarna gaan we naar Café Rotterdam. En we sluiten af bij Hotel New York. En leuke dag. Puur omdat het natuurlijk echt ook een thuiswedstrijd is. Dus ik pak straks lekker de fiets. En dan beginnen we eigenlijk bij het verzamelen we eigenlijk bij het Wereldmuseum. Want daar stappen we op de watertaxi. En ik vind de watertaxi echt geweldig. Vraag me niet waarom, maar dan voel ik me echt een beetje toerist in eigen stad. Het is gewoon super tof om over die Maas te gaan. En je hebt natuurlijk gewoon echt een iconisch uitzicht wat dat betreft. En waarom gaan we met de watertaxi? Omdat het sneller is om bij de RDM-kantine met de watertaxi te komen dan met de auto. En er komen heel veel gasten uit Engeland naar deze bruiloft. Dus ik zei, hoe tof is het, hè, als jullie gaan trouwen bij het RDM, om dan ook met die watertaxi te gaan. Want dan krijgen die gasten uit Engeland echt die full experience. En ik denk dat dat echt een hele toffe toevoeging is. Maar het is natuurlijk nog corona. Wow. Dus ik moet op de watertaxi een mondkapje op. Dus, ik heb mijn mondkapje. Check. Ik ga mijn schoenen aandoen. Ik ga mijn tas pakken. En dan ga ik de fiets op naar de watertaxi eigenlijk. Dus, ik ga jullie lekker meenemen vandaag. Ik heb er zin in. Vandaag is toch wel echt zo'n typische dag eigenlijk in het leven van een wedding planner. Ondanks dat elke dag natuurlijk anders is. De ene dag zit je heel de dag achter de computer. En vandaag is echt zo'n dag waar je het eigenlijk weer allemaal voor doet. We zijn dus net bij de eerste locatie geweest, de RDM-kantine. Het was echt heel erg leuk. En die watertaxi, dat blijft een feestje.
Ik heb nu net eventjes tussendoor zitten werken bij Café Loos. En Emma kwam even gezellig langs om te lunchen. Ik zit nu even lekker op een bankje te genieten van de zon. En ik ga eigenlijk nu mijn fiets weer pakken. En op naar de volgende locatie, Café Rotterdam. Dat is eigenlijk aan de overkant van de Maas. Dus ik ga even de Erasmusbrug over en dan ben ik er al. Zo, ik kom nu net bij Hotel New York vandaan, zoals jullie nog kunnen zien op de achtergrond. Ja, toffe locatie, maar niet voor dit bruidspaar. Ik zag het eigenlijk al gelijk en we wisten het eigenlijk ook al wel van tevoren, maar we wilden het toch even uitsluiten. Dus het is goed dat we zijn geweest, maar we zijn eigenlijk onze harten al verloren aan de andere twee locaties vandaag. Dus het was een goede dag, want eigenlijk zijn we eruit. Het is nu wachten op de offerte. En dan kunnen we een go geven en kunnen we verder gaan met planning. Dus dat is echt, echt heel leuk. Dus ik loop nu lekker naar mijn fietsie toe. En ik werd even nageroepen, ook zo gaat dat in Rotterdam. Ik sta natuurlijk ook weer ongegeneerd te vloggen nu op straat. Dat ben ik dus nog helemaal niet gewend. Dus ik voel me ook een beetje ongemakkelijk. Maar goed, ik ga naar mijn fiets. En het is weekend. En ik heb morgen bruiloft. Dus ik had nog niet de tijd gehad om mijn koffer in te pakken eigenlijk. Dus dat ga ik nog even doen. Mijn laatste jurkje erin, schoentjes. En dan zorgen voor een goede nachtrust. Klaar voor morgen. Zin in. Nou, al deze toilettasjes zitten dus helemaal vol. Allemaal spulletjes die we nodig kunnen hebben op de bruiloft. Een kledingroller, aanstekers, tie-rippies, schaar, kauwgom. Maar ook dingetjes zoals deo, haarlak. Tasje ook echt vol met nice spulletjes, panties, energierepen, blarenpleisters. Noem het allemaal op. Dus dat is er helemaal klaar voor. Het past ook precies. En hier heb ik eigenlijk mijn eigen spulletjes. Mijn schoenen, mijn tasje. Mijn tasje heb ik eigenlijk altijd, mijn heuptasje. Zit mijn draaiboek in, mijn naambadge. Die gaat natuurlijk straks op, pennetje. Extra schoenen, Frederik de draaiboek, een extra jurkje. En ik neem ook eigenlijk altijd slippertjes mee. Eigenlijk begin ik de dag meestal op mijn slippertjes. En vandaag heb ik dan wel eventjes schoenen bij met een dichte neus. Normaal trek ik toch wel eventjes een ander schoentje aan. Maar mijn teennagels zijn niet zo netjes gelakt. Dus ja, dan maar zo. Ik ben er klaar voor. Normaal heb ik mijn draaiboek eigenlijk altijd in een mooie map zitten. Maar die was vorig jaar kapot gegaan, dus die heb ik weggegooid. En ik heb eigenlijk nog geen nieuwe gekocht, omdat ik het ook nog niet per se nodig had. En vandaag is het maar een korte dag. Dus dan kan het draaiboek en alle andere papieren die ik bij me draag, kan ik rustig gewoon even in mijn heuptasje dragen. Dus ik ga nu nog eventjes mijn haar fixen. Frederik is er over 3 kwartier ongeveer. En dan gaan we de bedankjes ophalen. En dan rijden we naar de Lier. Ik heb er zin in. Oh, en wat natuurlijk ook niet kan missen in mijn koffer is altijd nog een... hoe heet het ook weer? Een oplader. Dus ik heb altijd nog mijn iPhone oplader ook mee. Want die wordt, daar wordt ook altijd vaak naar gevraagd. Borstel neem ik ook nog altijd mee voor mijn eigen haar als het een lange dag is. Ik neem vaak ook, ik neem eigenlijk ook altijd mijn make-up tas mee. Zodat ik mezelf ook eventjes lekker kan opfrissen tussendoor. Dus ja, het is zeg maar net alsof ik op vakantie ga. Daar gaat echt een hele koffer mee met alles wat ik nodig heb. Zodat ja, als er ook maar iets gevraagd wordt, dan heb ik het gewoon bij me. En dat is top. Dat is ook natuurlijk wel een waar een wedding planner voor is. Dus oké, nu ga ik echt mijn haar doen en mezelf helemaal klaarmaken.
bruidspaar zit op dit moment in de ceremonie. Iedereen was op tijd, de aankomst ging goed, alles ging helemaal perfect. Het is natuurlijk echt een fantastische dag. Dus de ceremonie ziet er ook echt magisch uit. En het is zo leuk eigenlijk, ook met zo'n kleine intiem gezelschap. Ik ga nu even de spullen uit de trouwauto halen. Dan kan ik die straks eigenlijk weer retour geven aan de man die hem op komt halen. En dan is het daarna tijd voor taart en bubbels. Nou, daar hebben we natuurlijk altijd zin in. Zo, nou, prosecco zit erin, taart zit erin. Tenminste, ik heb zelf de prosecco overgeslagen. Nu ga ik alvast de versiering weghalen die eigenlijk bij de entree hangt. Want er komen geen gasten bij voor vanavond. Dus dat kan maar weg zijn. Dus eventjes de ballonnetjes weghalen, het welkomstbord weghalen. En dan gaan we straks foto's maken. Cheers! Cheers. Ik heb mijn vriendinnetje Nadine vandaag een dagje geholpen in haar nieuwe winkel. Ik heb jullie natuurlijk in een eerdere vlog laten zien hoe we koffie gingen proeven met elkaar. En de winkel is nu geopend, dus ik heb haar vandaag een dagje geholpen. Nu stap ik in de auto terug naar Rotterdam. En daarna thuis even snel omkleden en klaarmaken. Want ik ga weer naar Park Broekhuizen, hapje eten met mijn bruidspaar en daarna de locatie bezoeken. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Hallo, het is alweer 29 juli. Dat betekent dat we alweer bijna naar augustus gaan en wat vliegt de tijd ontzettend. Juli is wel echt een hele drukke, maar leuke maand geweest. Maar mezelf compleet voorbij gelopen, veel te veel gedaan. En daar moest ik vorige week, was mijn emmertje even vol. Ik ben een klein beetje ingestort qua vermoeidheid. Dus ik ben eventjes terug naar mezelf gegaan. Even afspraken geannuleerd die niet van belang waren. En even wat meer tijd voor self-care. Ik zit deze week dan ook bij vrienden in huis in Eindhoven. Dus even niet zoveel prikkels vanaf buitenaf. Even wat meer tijd voor mezelf. Tussendoor doe ik echt nog wel wat werk verrichten. Maar het is belangrijk dat ik ook eventjes aan mezelf denk. Dus daar ben ik nu goed en braaf mee bezig. En ik ben dan ook wel heel blij, want ik doe natuurlijk met Jessica mee aan de mastermind. En het is mij dan ook wel heel erg duidelijk geworden wat eigenlijk mijn valkuil is. En waar ik aan moet werken. En dat is gewoon echt eigenlijk structuur en balans in mijn eigen leven. Want zakelijk, ik ga eigenlijk altijd maar door en ik ren van hot naar her. Ik sta altijd in die vijfde versnelling, maar dat gaat gewoon niet. Het houdt een keertje op. Dus ik moet wat meer aan mezelf gaan denken. Dus ik moet wat meer balans hebben, wat meer structuur in mijn eigen agenda. Want ik plan altijd alles maar vol, maar dat gaat gewoon niet. Dus ik ben blij dat het eigenlijk heel erg zichtbaar is voor mezelf. Waar dus inderdaad mijn valkuilen liggen en dat ik daar lekker aan ga werken. Verder heb ik weer goed nieuws. Yay! Ik heb namelijk gisteren weer akkoord gekregen op een offerte. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Weer een mooi huwelijk voor volgend jaar. Bruidspaar gaat trouwen in Renesse. Ze hebben al heel veel geregeld. Maar de bruid is ook zwanger. Dus het is belangrijk dat zij haar rust neemt. En dat ik het eigenlijk vanaf hier over ga nemen. Dus ik kijk er echt heel erg naar uit. En dat is gewoon weer superleuk. Volgende week heb ik ook nog een nieuwe kennismaking op de agenda staan. Dus dat is ook tof. Dus ik heb echt
niks te klagen. Jee, heel blij. Vandaag heb ik lekker een dagje vrij. Ik ga even lekker genieten van Eindhoven en lekker in mijn eentje op pad eigenlijk. Dus dat. Ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie weer volgende maand.